Wij kregen behoorlijk de aandacht, ja. En dat is ook een beetje het doel van deze actie. Om je onder mensen te brengen waar wij mee bezig zijn. Als je vanmiddag over het Julianaplein reed, kon je er figuurlijk gezien niet omheen. Actievoerende boeren. Rond 1:30 werden 7 trekkers in de berm geparkeerd om daarmee actie te voeren vanwege de gesprekken die vanmiddag gevoerd werden met minister Schouten van Landbouw over de stikstofcrisis. Behalve op het Julianaplein werd er ook op tientallen andere plekken in het land actie gevoerd. We verwachten wel dat er wat aangepast gaat worden. Nee, dat er wel wat aangepast gaat worden. En daar hopen we gewoon op. En als dat gewoon gebeurt, dan gaan wij daarna nog gewoon netjes naar huis. En dan is het klaar. Jullie voeren inmiddels wel een behoorlijke tijd actie. Hè? Verschillende acties zijn er geweest. Kun je al wel merken dat er wat beweging is? Ze geeft er nog niet heel veel mee. Er is natuurlijk wel her en der dat je wat hoort, dat er wat toegegeven gaat worden. Maar ze maakt meer valse beloftes, dus ik weet het niet. Ik ben er bang voor. Boerenorganisaties hebben vorige week woensdag voorstellen neergelegd om de stikstofcrisis aan te pakken. De minister noemt het positief dat de voorstellen bedacht zijn, maar wil eerst het gesprek aangaan om te kijken hoe het zich verhoudt tot de ideeën van de regering. De boeren zeggen op hun beurt dat er snel iets moet gebeuren. Natuurlijk, je verneemt er heel erg. Er is op een verjaardag, er is niks anders meer dan stikstof en PFAS. Er is geen gezellige praat meer op een verjaardag. Dus tuurlijk, er moet gewoon wat gebeuren. De gezelligheid op verjaardagen is weg. Merendeels wel. Oh, gezelligheid is niet weg, maar het gaat er gewoon wel over. Ja, die verneemt het wel. Tot slot, als je nu iets tegen de minister zou mogen zeggen, dat hij nu meekijkt naar deze uitzending, wat zou u tegen de minister willen zeggen? Als tafel en gewoon weer lekker Nederland worden. Bedankt. Mochten de gesprekken mislukken, dan worden nieuwe acties niet uitgesloten.